Ga me toch nog achterin, Gert. Je ziet het toch niet. Hé. Appel was een Norse man. Dit was een man die gezag afdwong, onder meer door zijn blik. Hè, omdat hij inderdaad zo'n soort Beethoven-kop had. Appel was de brombeer, de boze geest, het slaat karakter van de ploeg. Iedereen was bang van hem. Iedereen. Geluid, druk. Hij komt een kamer binnen of een zaal. Het was stil. Fußball-Sachverstand war er mit Sicherheit ein Weltmeister. Da hat es keinen besseren gegeben. Ich hatte ja das Glück, noch ein Jahr unter ihm als Spieler zu spielen beim HSV. Und Ernst Happel war auch ein hervorragender Fachmann und er war auch ein hervorragender Mensch. Für Ernst Happel war Europa bereits grenzenlos. Er war mit der größten Selbstverständlichkeit in diesem offenen Europa Wiener, Österreicher und entweder auch Holländer, Belgier oder Deutscher. Der mit großem Engagement dort ans Werk ging, wo er gebraucht wurde. In het laatste nieuws stond vanmorgen te lezen wat al lang hardop werd gefluisterd, namelijk dat Club Brugge op financieel gebied bijna aan de grond zit. Ik spreek niet graag over cijfers. Wanneer dat ze u vernoemt, dan hebt u ze waarschijnlijk ook ergens gelezen. Maar wanneer dat er gesproken wordt van schulden, de ene kan spreken van 30 miljoen, de andere kan spreken van 60 miljoen. Maar het is in ieder geval van verscheidene miljoen. Januari 1974. Het stadion van Club Brugge is een bouwval. De kas is leeg. En het elftal, dat een half jaar daarvoor nog kampioen is geworden, is op. De vedetten zijn moe. Tijd voor een nieuwe bezem. Het bestuur trekt met zijn laatste centen Ernst Happel aan. De Oostenrijkse coach die enkele jaren daarvoor met Feyenoord Europees en wereldkampioen is geworden. Als Brugge belt, is Happel het beu in Sevilla. Op Zaventem heet sportief directeur Antoine Van Hoven Ernst Happel welkom namens Club Brugge. Wel, ik heb Happel dus zijn eerste contact in de luchthaven van Zaventem gehad. Waar we dus direct, het klikte precies direct tussen ons. Ik heb hem naar Brugge gebracht. In Brugge is contract opgemaakt geweest. En dat waren mijn eerste contacten met Happel. Meneer Happel, in het midden van het seizoen een ploeg overnemen, wat stelt dat als probleem in? Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende problemen. Hè. Ik ken natuurlijk niet 100%ig die achtergronden dat er zo'n slechte prestatiemoment is bij FC Brugge. Ik persoonlijk vind dat het spelermateriaal hier is uitstekende spelermateriaal. U gelooft dat het vooral een mentaal probleem is? Het is een mentaal probleem. En want ik denk dat moet men speciaal op professionele manier te werken beginnen. Ik herinner mij zijn allereerste toespraak tot de spelers. Dat was, ik kwam nors binnen. Iedereen had zich al achter zijn koffietje geïnstalleerd om de maiden speech van de nieuwe trainer te horen. En Ernst Happel zei, mijn heren, ik ben Ernst Happel. Het is 5 voor 10, training 10 uur. En hij was weg. In de kleedkamer heeft hij hem voorgesteld. Hij heeft niet zoveel gezegd, maar hij is altijd weinig van woorden. We zijn op plein gegaan, we hebben daar een uur moeten trainen. En als we gedaan hadden met dat duurtje training, was zoveel dat we een hele week getraind hebben. Ik moest bijna overgeven. Je moest tot het uiterste gaan. De eerste indrukken waren van, Jezus, een nieuwe dictator is hier toegekomen. Maar het bleek dus duidelijk dat hij een man was van de rechte lijn, de straight on. En geen excuses. Aan het einde van het seizoen zet Ernst Happel de vedetten aan de deur. Johnny Tio, Erwin van den Dalen en Pierre Carteus. Je hebt altijd een broertje dood gehad aan trainen.
Aan het trainen niet, dus het is verkeerd opgevat. Dus ik had een broer gedoog gehad, bijvoorbeeld alleen alles toeleggen op voetbal. Ik zeg handig gezegd, dus voetbal komt op de tweede plaats. Nou ja, kijk eens, vroeger zijn natuurlijk bij Club Brugge stuk voor stuk goede voetballer geweest. Hè? Maar die mensen zijn dus zo bij die 30 jaar geweest. Ik kan natuurlijk het trainen niet meer veranderen aan mensen met 30 jaar. Voor mij zijn deze jongen die de club hebben grootgebracht. En je moet de modern voor een trainer die je komt, voor die drie jongens of die vier jongens, te laten vertrekken. Ik had de dag gezegd, wat gaat er hier allemaal op werk zijn? Wie had er dan mij bedienen? Ernst Happel kiest voor jonge honden, zoals René van der Rijken en Birger Jensen. In feite hebben we niet veel gebabbeld met mij in het begin. Maar die nieuwe spelers was precies voor hem lukt. Wij moesten gewoon voetballen en voor de rest zwijgen. Ook nieuw is Jos Folders, ex-Anderlecht. Je komt van Anderlecht. Dat zijn door meisjes gezegd, hier moet je werken. Hè. Dat is het, dat herinner ik me nog. Ja. Hier wordt er arbeiden. Ja. Werken. Happel gaat met zijn ploeg op trainingskamp. Correctie, werkkamp. We komen naartoe na een reis van 10 uur met de bus. Trainingskleren aan, lopen naar Ginder, zegt. Boven op den heuvel. Maar we liepen naar Ginder. En hij kwam Ginder boven, aan 5 kilometer met de bus. Happel. Ja, we dachten, ja, we gaan hier een beetje stretchen. Toen zei hij, hier, kom. Nog een tour doen, boven op den heuvel. Nog 1 kilometer of 4. En we dachten, nu gaan we met de bus terug naar beneden. Ja, naar beneden lopen, zei hij. En toen 15 kilometer gelopen. Na een busreis van 10 uur. Julien Kools had nog nooit van zijn leven buiten België geweest. Die had nog nooit van zijn leven op hotel gegeten. En dat deed hem daar in Denemarken stond langs geen kanten aan. Dat trainingsregime dat was veel te zwaar voor die jongen. Die zag af als een paard. Die lag te ween in zijn bed en op een bepaald moment stond hij gewoon niet meer op. Hij wou gewoon doodgaan, Julien Kools. Toen zei hij de trainers, de trainer, kijk, spijt me maar, we moeten een Julien Kools de dag of twee rust geven, want die jongen is kapot. Dat kon hij dus niet begrijpen. Hè? En hij zag hem altijd als een watje. Ik herinner me nog in Denemarken het eerste jaar, waar ik teruggekomen ben, dat ze mij in principe door een fles kon onttrekken. Heel moe geweest zijn op dat oefenkamp, heel ziek geweest zijn op dat oefenkamp. Maar het seizoen heb ik dan een fantastisch seizoen gespeeld, dus mede volgens mij door die voorbereiding. Ernst Happel legt het bestuur ook uit hoe een moderne club zijn spelers betaalt. Volgens het systeem loon naar werken. Happel vond dus dat er fix te veel betaald werd en te weinig voor prestaties. En dat heeft hij veranderd. Dus hij heeft de lonen dus naar beneden gedaan. Of laten doen. En de premies gevoelig naar omhoog. En dat heeft zijn effect niet gemist. Hè, want ja, iedereen moest bikkelen. Dus om zijn centen. Ook in medisch opzicht moet het anders, zegt Ernst Happel tegen de piepjonge clubdokter Michel Doge. Dat heeft in de beginfase voor de nodige problemen gezorgd, omdat we over bepaalde punten, onder meer in de medische begeleiding, niet noodzakelijkerwijze dezelfde visie hadden. En dat ik mijn principiële visie op dat vlak wou doordrijven. Het ging hem over onder meer gebruik van medicatie die ik niet wou geven. Ja. U begrijpt dat ik als jonge arts daar helemaal niet wou aan toegeven en ik heb daar dan ook nooit aan toegegeven. En Happel heeft dat ook geaccepteerd. Club eindigt vierde in het eerste volledige seizoen onder Happel. Dat volstaat voor Europees voetbal in het nagelnieuwe Olympiastadion. Een cadeau van de Brugse burgemeester Michel van Malen, die met een groot reddingsplan club uit het moeras vist. Intussen voert Ernst Happel de druk op. We zien bij de eerste competitie was je nooit met de competitie aan het plafond. Je hebt over nagedacht. Misschien moeten wij iets vroeger beginnen. Misschien 10, 7 weken voor de competitie begint te kort. Misschien moeten we 10 weken daarvoor beginnen. In de herfst van 1975 lijkt Europees voetbal nog te hoog gegrepen voor Club Brugge. Uit bij Ipswich Town wordt het een afgang. 3-0. We hebben dan niet in de wedstrijd gezeten. We hebben gewoon overvleugeld geweest. En je kan dan twee dingen doen. Je panikeert
Hij panikeerde dus nooit. Hij panikeerde naar de buitenwereld toe, naar de club toe eigenlijk nooit. 14 dagen later, Ipswich komt naar hier. Hij heeft ons een gelaten van, jongens, maak er het beste van. Maar jij bent wel een beetje beschaamd geweest, kinds. Maak er gewoon het beste van. Zo, ga maar. Op Olympia voltrekt zich een eerste mirakel. Club wint van Ipswich met 4-0. Dat was een bijzonder emotioneel moment. Ik dacht, ja, dat stadion gaat hier ontploffen en ik hoorde eigenlijk niet zoveel lawaai, dus ik keek om van op de bank en ik zag dat er heel veel mensen zaten te schreeuwen. Dit was een absoluut eerste groot ogenblik van Club Brugge in Europa. En het verhaal is dan verder gegaan. Hè. We kwalificeren ons in Rome met een prachtig doelpunt van Lambert. En de afspraak was Sander en Daags om 9:00 in de bus. En we zaten allemaal te wachten in de bus. Het was 2:09 en hij ziet op zijn gemak twee spelertjes afkomen. Chauffeur varen. Ik zeg, ja, maar het zijn er daar nog twee, ja, ze zijn te laat, zegt hij. Ze moeten maar een plan brengen. De ochtend na een kwalificatie en weer in de Europabeker. Dus dat was heel typisch voor Apel. De discipline eventjes scherp zetten. In de kwartfinale ontpopt Club Brugge zich als een reuzendoder. Het verslaat thuis het machtige AC Milan met 2-0. Europa schrikt op. Ik denk dat die Italianers die met 2-0 achter, die moeten natuurlijk het spel maken in de eerste instantie. Ze moeten proberen natuurlijk de achterstand inlopen. En op dit Milan in moment kan, dat is de andere kwestie. Hij bracht nooit geen zenuwen over of de spelers. En veel trainers, als ze zo Europees gaan spelen, ze lopen rond of ze zijn nerveus of ze gaan binnen in de kleedkamer, ze gaan terug buiten en nog een keer binnen en nog een keer tegen die spelen en nog een keer dat. Rust laten. En Happen zei altijd maar rust laten. Wij, Bruggelingsjes, kleine boertjes van Brugge, komen daar in San Siro in Milaan. Een beetje overweldigd, de indruk van die 50, 60, 70.000 Italianen die tyfo's in die stad erop te titeren. Dan ging hij door eenvoudig voor de match. In de kleedkamer hadden die spelkaarten uit zijn zak en begon hij rustig een beetje kaartje spelen. Klaver zal hier enzovoort. Tot op zeker moment dat de bel ging, maar ze bleven maar kaarten. Hè. En dan heb ik hem moeten zeggen, trainer, het is tijd om te gaan, ach, scheisse, en zo. Maar uiteindelijk had hij zo een beetje de aandacht afgeleid van de spelers en het ging meer over het kaartspel dan over de wedstrijd. Club verliest in Milaan met 2-1, maar dat is ruim voldoende om door te stoten naar de halve finale. En in die halve finale is Hamburg de tegenstander. Nogli. Oh, Jens, bijna verrast. Hij raakte daar nog net die bal. Blankenburg. Kools. Sneller op die bal weer. Van Gool. Lambert vrij op links. Ziet hij hem? Nee, hij ziet hem niet. Lambert de kans. En het doelpunt. Club Brugge wint de terugwedstrijd en gaat naar de finale. Het verdiende Brugse doelpunt. In eigen land wenkt de titel. Blauw-zwart is ver boven de nationale concurrentie verheven. Het is een onstuitbare doelpuntenmachine. Wir haben dasselbe System auswärts gespielt wie zu Hause. Immer auf Angriff, Pressing. Das war von Jens Trappel der Handschrift. Nie verteidigen. Wij pasten ons eigenlijk nooit aan een tegenstrever. Dus wij kwamen de plein op en hop, de andere ploegen pasten zich aan ons. Ik denk dat Happel de haven had om als de ploeg het veld opging, de ploeg de overtuiging mee te geven dat we de betere waren. We kwamen het veld op en we wisten, kom, dat varkentje gaan we wassen. De finale van de UEFA-beker gaat tegen FC Liverpool. Waarschijnlijk het beste team in de wereld. Van Dijk, hè? De heenwedstrijd vindt plaats op Anfield Road. Lambert vlug op die bal. Oh, prachtig! Oh, wat een flater daar van Niel. En Raoul Lambert er al zijn kippen bij. Dat heeft waarschijnlijk niemand durven dromen. Zo'n start voor Brugge. Dat brengt vertrouwen, dat is een doelpunt. Lambert. Eker de Kubber.
Dubbelpas met Kools, goed naar binnen. Kools. En 2-0. Prachtige aanval. Oh, enig mooi. Ik zat op de tribune Liverpool en toen we 0-2 voor kwamen, ik zei, waar zit ik nu? In Liverpool of in Loppen? Ongelooflijk. Die mensen in Liverpool wisten niet wat gebeurt er hier. Het is een leuk gebeurd dat hun ploeg van klein is gespeeld. Thuis. Hè. En juist voor de rust had men nou 3-0 kunnen maken. Van Gaal was alleen door en had de bal moeten afleggen naar Gaal. Kools. Richting Van Gaal en die is vrij. En Lambert is vrij aan de andere kant. Oh, Roger. Dan ga ik met een goed gevoel de rust in, waar we toch, ik denk, gewoon de richtlijnen meekregen van zo te blijven spelen. En dan, ja, dus de tweede helft, op 5 minuten tijd was alles omgekeerd. Kennedy met zijn linker. Oh, wat een schot. Kiegen, goed gedraaid. Kennedy opnieuw. Paal binnen Kees. 2-2. Highway. Ja, net binnen het strafschopgebied. En het is Kiegen. Dat zijn 3 doelpunten binnen de 5 minuten. Geen buitenspel, Van Gaal nog een kans. Doet hij het? Oeh! Verlies met 3-2, hè? Al bij al was dat een formidabele uitslag, hè? Met de ogen op de terugwedstrijd hier. Nog voor de terugwedstrijd wordt Club Brugge Belgisch kampioen. Zelden was een titel meer verdiend. Liverpool nu, meneer Happel? Oh ja, we hebben dat hier in die eigen hand in nu. Hè? Nou, want uit heeft maar goed die prestatie gehad. Maar waarom zijn we Liverpool niet thuis pakken met onze spiongebachten in Brugge, met onze publiek? Hè? Dat groeien onze spelen. Hè? Van Gaal. Van bereiken dat we naar links moeten gaan, maar het gaat wel kindertjes. Goals. Mooi dubbelpas, goals. Bal bleef even hangen. Handspel en penalty. Want dat was het gewichtste van de zaak ook. We hadden afgesproken op training, maar dat was straks op het twee tijden te geven. Ik zat dat een keer tot op televisie, een tijd van Johan Cruijff, zeg toch, wie was er? Dat is een keer dat moment toonde, nee. Ik zei, we gaan dat ook doen, een keer op het trainen van Jan. En op training, dat ging dan allemaal goed. Raoul Lambert achter de bal. En we zijn met een man of 4-5. Als je durft, Raoul, die bal breed leggen, hè. En zijn die twee benen kwijt. Daar gaat hij, Raoul. Hand op, kom. Elf minuten gespeeld. En dat zo'n degelijk belangrijk doelpunt is er al. Kennedy. Der Schiedsrichter hat den Fall gesehen, das hat nur er gesehen und 30.000 nicht. Aber wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, dann muss man sie akzeptieren. Ja, der arme Jente, der achter sich. Der Ball war haltbar. Jemand springt aus der Mühe. Und der Ball kam unter seinen Füßen. Maar als hij blijft staan in de muur, dan zie je de bal tot zeggen dat ik het eruit ben. Ja, gaat natuurlijk wachten. Kiegen. Ja, een enorm gevaarlijke fase. Enorm gevaarlijke fase. Heel de tweede helft waren wij in de aanval. Hè. Dat werd gewoon niet lukken. Van Gaal. Lambert gaat weg. Daar is hij met de rechter. Via de paal opnieuw buiten. Daar was dat doelpunt er bijna. Die paar centimeters zijn hoe dat nu mogelijk zijn voor een kind dat goed trap aan de rechtervoet had de binnenkant van de bal. Dat zijn misschien 2-3 centimeter maximum. Dat is een van de moeilijkste momenten voor onszelf. Waarin Stappel zo 4 nog altijd recht stond. En wij de tranen zogen met onze jassen aan en we die medailles weggooien en we zeggen, jeez. Een fantastische campagne, in feite. Alle thuiswedstrijden waren ongelooflijk. En maar 1 goal tegen en dat kost ons de beker. Eigenlijk, hè?